Reynolds Aluminium ontwikkelt en commercialiseert schrijnwerkoplossingen op basis van aluminium. Een aantal essentiële productiestappen doen wij in huis, zoals bijvoorbeeld het thermisch isoleren van profielen. Maar we zijn een beetje een atypisch productiehuis, omdat heel wat productiestappen geoutsourced worden. En dit zowel achterwaarts als voorwaarts in de keten. Het effectief assembleren van ramen en deuren gebeurt door een 5000-tal partners die dat verspreid zijn in ongeveer een 60-tal landen. Reynaerts is een vooruitstrevend familiebedrijf met thuisbasis in Duffel. De campus werd de voorbije jaren sterk uitgebreid om de verdere groei van de onderneming aan te kunnen. Tegelijk werd een digitale transformatie ingezet. We beschikken over een in-house ERP-systeem dat we volledig zelf beheren en dat de orderflow digitaliseert. De operators zullen een productieplanning te zien krijgen op een scherm aan hun productielijn, waarbij ze via die weg ook materiaal kunnen opvragen aan het magazijn en bij afgewerkte producten een identificatielabel kunnen afdrukken en tevens een opdracht versturen naar het magazijn om deze goederen op te halen. De locaties zijn zeer dynamisch in het magazijn en de kunst is om dit allemaal te beheren. Orderpickers zullen worden aangestuurd via hun tablet die ook de meest efficiënte route heeft berekend. Ook het businessmodel van Reynaerts is geëvolueerd. Het deelt zijn know-how over processen en machines met het netwerk van partners waarmee het wereldwijd samenwerkt. De belangrijkste evolutie de laatste jaren is zeker dat we onze focus op het product verbreed hebben naar een focus op product en services. En heel het proces is eigenlijk in een stroomversnelling gekomen de laatste jaren door de digitale mogelijkheden die ter beschikking zijn gekomen. Door software en machines aan onze partners aan te bieden, proberen we samen met hen het productieproces te optimaliseren. Hiervoor gaan we in eerste instantie voor doorlooptijdverkorting met behoud van kwaliteit en een grote flexibiliteit. Daarnaast gaan we ook voor een 100% papierloze productie en het opvolgen ervan van op afstand. De onderneming heeft ook heel wat aandacht besteed aan zijn ecologische impact. Het werkte een palet aan maatregelen uit. Operationeel zetten we in op minder wegwerpverpakkingen door bijvoorbeeld gebruik van stalen nestbare chassis. Dit ook de retourtransport ten goede komt. Naast het reduceren van het afval proberen we ook alles te recycleren. Dus 90% van ons afval wordt gerecycleerd. De ganse elektriciteitsvoorziening van de site wordt 80% voorzien van onze eigen zonnepaneelinstallatie. Reynaerts heeft ook een zeer sterk mobiliteitsplan waarbij carpooling en fietsers gepromoot wordt door bijvoorbeeld een elektrische fiets aan te bieden aan onze werknemers.